zo was ik er een beetje over aan het nadenken en ik kom eigenlijk niet zoveel verder dan dat het initiatief bijvoorbeeld ook iets is als een buurt-app starten om met je buren te hebben over hoe veilig het nou eigenlijk op straat is. Dat allemaal terzijde, is er iemand anders die veel beter iets kan vertellen over waarom we vandaag in het kort de grote vertaalshow gaan spelen. Rineke van Noordwijk van Greenwich, mag ik jou vragen om de context te geven van deze middag? Geboren op de bijeenkomst van de grote transitie Utrecht. Dat was een soort warm bad waar allerlei sociaal ondernemers samenkwamen en met elkaar spraken over hoe je elkaar kunt versterken, etc. En daar kon je bijna voelen, er is een nieuwe wereld gaande. Er is iets nieuws op komst en dat is niet uit te doven. Dit wordt leuk en happening. Maar de realiteit is dat een heleboel van die sociaal ondernemers het niet redden. En dat er een heleboel ongelooflijk veel moeite hebben om bijvoorbeeld de periode totdat je een beetje geld verdient, kunt overbruggen. En eigenlijk werd duidelijk, er is een soort parallelle wereld gaande. Want aan de andere kant is er op het hoofdpodium nog steeds een gemeente, grote zorginstellingen, projectontwikkelaars, et cetera. En die wereld, de institutionele wereld, de wereld van de bedrijven en de gevestigde instituties, en die heerlijke, warme, zoemende wereld van de sociaal ondernemers, dat zijn eigenlijk twee aparte universa die heel erg weinig nog echt samenwerken. En daar zijn alle redenen voor aan te brengen. Maar een ervan is dat veel sociaal ondernemers echt een ander taalgebruik hebben dan die gevestigde instituties. En veel sociaal ondernemers organiseren zichzelf heel erg anders dan die instituties. Dus er zitten grote verschillen. En willen we die werelden meer met elkaar laten zaken doen, dat willen we eigenlijk, want dan krijgen de sociaal ondernemers gewoon veel meer impact en die instituties veel meer innovatie. Maar willen we dat voor elkaar krijgen, dan zullen we elkaar gewoon letterlijk beterlijk moeten leren verstaan. En toen dachten we, eigenlijk moeten we dat gewoon uitbeelden. Want je denkt er wel aan, maar je wordt het je pas echt bewust als het voor je neus gebeurt en iemand eventjes dat belletje rinkelt van hey, kijk eens eventjes anders. Verplaats je in die andere waarheid of frame je onderneming net even wat anders, zodat de ander jou beter verstaat, et cetera. Nou, en eigenlijk is dat deze grote vertaalshow om ons allemaal de spiegel voor te houden. Hoe communiceren wij eigenlijk en kunnen we elkaar niet gemakkelijker vinden ten behoeve van betere samenwerking? Dat heb je prachtig gezegd. Dus dat gaan we ook meteen even testen. Voor we dat gaan doen, even een korte vraag wie we eigenlijk in de zaal hebben. Zijn er initiatiefnemers in de zaal? Mensen die zichzelf als initiatiefnemer bestempelen? Ja, ga maar even staan. Waarom jij jezelf initiatiefnemer vindt? Ik heb bijvoorbeeld initiatief genomen als verkeersouder met verkeershelden.nl. Om duidelijk te maken hoe we ons gedragen op straat. Dus niet, hè, we geven een slecht voorbeeld aan kinderen.